Welkom vanuit de Rotterdamse Kuip, waar het nog licht miezert. Maar het is al veel minder erg dan pak een beetje een uurtje geleden. Het veld, zoals altijd, ligt er als een schilderij bij. We gaan kijken naar de opstelling van Feyenoord. Vallen een aantal dingen wel op. Bottekin bijvoorbeeld in de basis en geen Spajic. Die is volgens zijn trainer een beetje moe. En Spajic zit dus op de bank. Daar staat tegenover dat Berghuis, de aanvoerder, weer terug is. Maar dat Jurgensen ontbreekt. Heeft weer last gekregen van de Liezen. Ja, en durfde het toch niet aan. Dat betekent dat Linssen weer in de spits zal gaan opereren bij Feyenoord. Verder Geertruida op de rechtsbackpositie. Dat gaat ten koste van Nieuwkoop. En zo hebben we de opstelling van Feyenoord wel een beetje behandeld. Heerenveen kan ook wel weer eens een overwinning gebruiken. Wonnen voor het laatst bij Sparta 4-1 op 1 november. 6 wedstrijden daarna, geen overwinning. En Heerenveen doet dat vandaag met Terezevic op de positie van de geschorste Pokjevic. Batista Meijer staat erin omdat Van Bergen niet kan spelen. En uiteraard Veerman en Veerman. Henk in de spits. Joey op het middenveld. Hij is trouwens de jubilaris van vandaag. Erik Bottekin is de eerste Zuid-Amerikaan die de barrière van 250 wedstrijden in de Eredivisie slecht. Terezevic in het Abelenstra Stadion. Spectaculair doelpunt maakte tegen Feyenoord. Maar nu de bal zomaar in de voeten schuift van Diemers. Beweging bij Linssen. Hier is Narsing. Narsing terug naar Diemers. Overstapje. Mooi gevoetbald door Feyenoord. Maar ook de redding van Mulder. Bijna wordt die fout van Drezevic dus afgestraft door de thuisploeg. Het opstomen van Diemers. Daarna wordt het eigenlijk prima uitgespeeld. Die 4-4 situatie. Maar stuit Berghuis dus op de handen van Mulder. Linssen. Berghuis, Malasiaal heel ver doorgeschoven aan die linkerkant. Goed teruggelegd, Diemers klaarleggen. Ziet er allemaal soepeltjes uit. Dan is de valpartij van Narsing natuurlijk zwaar overdreven. En komt dat schot uit de tweede lijn alsnog. Het is Feyenoord heel aardig aan deze wedstrijd begonnen. Ver. Beetje zoeken er nog ver, wat niet zo gek is. Die is er 2 maanden uit geweest. Is goed in vorm natuurlijk Leroy Ver. Voordat hij geblesseerd raakte, half oktober. En hier is de eerste serieuze doelpoging van Veerman. U ziet op de achtergrond overal die spandoeken die zijn opgehangen in de Kuip. Bijna 30.000 stoeltjes nu bezet. Spandoeken met allerlei boodschappen erop. Halverwege de eerste helft. Nu zit Diemers er goed tussen voor Feyenoord. Komt de Berghuis onder andere in beweging. Heeft Diemers dat gezien? Dat is een uitstekende paas. Narsing voor de goal. Goed gevoetbald door Feyenoord, maar geen goal. Het grote probleem van de Rotterdammers speelt hier weer eens op. Want zo'n fraaie aanval. Ja, die dien je eigenlijk gewoon af te ronden. Het begint met een interceptie van Diemers. En die heeft daarna deze paas, deze ragfijne paas in huis. Narsing blijft keurig achter de bal. Maar moet hem natuurlijk wel binnenlopen. En dat verzuimt hij. Linssen. Berghuis. Dat is een fraai balletje van Berghuis. Het gaat nooit de 2 keer achter elkaar missen bij hem. Voorzitter van Linssen te scherp, maar wel opgepikt door Narsing. Berghuis, korte versnelling. Gekraakschot. En daarna de boosheid richting de scheidsrechter dat hij geen vrij schot meekrijgt. Heeft hij recht van spreken is dan de vraag. Ja, dat heeft hij wel, want Nygren hangt wel even aan zijn schouder. Linssen. Snoept hem eigenlijk heel gemakkelijk af van Veerman. Zo heeft Feyenoord balbezit. Wijkt Berghuis uit aan de linkerkant. Zoekt Narsing zijn geluk over de as van het veld. Toch naar Berghuis. Daar komt Linssen. En dan valt hij ook nog gunstig voor Malasia. Maar die heeft 1 handeling te veel nodig. Kans weg. Ver. Hier is Narsing met de voorzet en Linssen die wel voor zijn tegenstander kruipt, maar geen richting aan de bal kan meegeven.
Batista Meijer doorzag de plannen van Berghuis, maar die is inmiddels weer aan de bal. Want aan de bal is Heerenveen onwaarschijnlijk slordig. Hier is Linssen, geen buitenspel. Linssen, ja, waarom niet? Kans dient zich aan. Linssen jaagt hem over de goal van Mulder. Linssen op zoek naar geluk, op zoek naar een goal. Toornstra pikt op. Toornstra, ja, die zorgde wel eens voor een doorbraak. Goede reflex van Mulder. Die was al lang en breed onderweg naar die lange hoek. Steekt nog een been uit. Tweeënhalf minuut nog in de eerste helft. Narsing. Dat is de pech voor Narsing. En de rebound net niet binnengekopt door Berghuis. Wat een fraaie actie dit. Ja, botte pech. Dat is de tweede keer nu. Voor Narsing, paal en nat. Niets mis met deze actie. Vanaf de linkerkant dreigen naar het rechterbeen. De korte versnelling. Het sturen van de bal buiten bereik van Mulder. Maar geen doelpunt. Oh, foutje daar van Botteguin. Veerman ineens in kansrijke positie. Maar helemaal mislukt het puntertje van Veerman. Wat een fout. Wat een misser van Erik Botteguin. Ja, het is gewoon de beste kans dit voor Heerenveen in de 44ste minuut. Linssen. Malasia. Loop maar weer eens bij Nygren weg. Malasia, die voorzet is goed. En de goal is een opluchting van heb ik jou daar voor Feyenoord. Maar bovenal voor Brian Linssen. 48 minuten onderweg. Het is een fraaie goal. Die voorzet is werkelijk perfect op maat. Daar kun je overheerlijk tegenaan lopen. Nu Heerenveen. Is die nog te halen? Nee, daar is Marsman weer. En weer is hij op tijd. In dit geval met Hayan in de buurt. Goeie sliding van Geertruida. Daardoor Feyenoord in balbezit. Als opschieten is het een overtal situatie. En Berghuis maakt er werk van aan de rechterkant. Toornstra voor de goal. Nou, het is uitzoeken. En dan is het Linssen die zijn tweede maakt. En Feyenoord volkomen verdiend op 2-0 schiet. Ja, het heeft wel wat met hem gedaan. Maar dit lucht op. Hier is Geertruida. Fel, stevig, correct. Botteguin, snelle voortzetting. En dan gaat Berghuis een avontuur beginnen. Is dat natuurlijk de man aan wie je het toevertrouwt als je zo'n situatie moet uitspelen. Met heel veel gevoel legt hij hem precies in de loop bij Linssen. Ja, ze staan bij Heerenveen eigenlijk al een uur lang toe te kijken. Echt op 3-4 meter te verdedigen. Werkelijk bij ieder duel. Feyenoord laat de bal dus gewoon lekker rondgaan. Daartoe de kans geboden door Heerenveen. Ver. Berghuis. Berghuis over de as van het veld. Ruim naast. ...2020 zit er bijna op. En dan mag hij zich kampioen wanen van 2020. Dat is geen officiële prijs. Niet eens een officieuze. Je kunt er helemaal niks mee. Het staat er wel mooi. Ver. Winst voor hem zal toch zijn voor Leroy Ver... ...dat hij het weer wat langer volhoudt. Terwijl Berghuis maar een keer iemand door zijn benen speelt. Langer volhoudt dan tegen Vitesse. Berghuis inmiddels weer aangespeeld. En de uithaal uit de tweede lijn. Na een paar grote passen van Ver... Joey Veerman. Nygren. Maar dit is waar Marsman tussen aanhalingstekens mee lastig gevallen wordt. Dit soort pogingen van Heerenveen. Klein kwartiertje voor Vente. En Narsing had graag een goal willen meepikken. Maar was zeer goed op dreef. Zeker in het eerste uur. In de basis vanavond. Vanwege de absentie van Jurgensen. Narsing heeft een prima wedstrijd gespeeld. Nou, loop maar door, Geertruida kan zijn gang gaan. Geertruida, schot geblokt. Hoekschop Feyenoord, via de voet. Andrezevic. Bal onbedoeld verlengd, kan worden weggekopt door Van Hekken.
Toornstra, handig. Draait weg bij Jannes. Berghuis. Berghuis frommelt zich erlangs en gaat dan liggen. Wil een penalty, maar die krijgt hij niet van Kamphuis. Blijft een beetje demonstratief zitten daar. Nu toch maar weer opgekrabbeld. Niemand uit zicht dus. Vente, nou die kopt hem nog bijna binnen. Dat zou hem ook heel veel goed hebben gedaan natuurlijk. De onzichtbare spits van de laatste maanden. Als de bal er nog in glijdt en zo wordt het 3 tegen 0, dan denk ik dat het een eigen goal is. Of is het Linssen die heel nadrukkelijk juichend wegloopt en die derde goal claimt. Dat zou ook kunnen. Dat zou dan een hat-trick voor hem betekenen. En dan is het, denk ik inderdaad, Linssen die zonder dat hij daar erg veel weet van heeft, bal op zijn gezicht krijgt. Ja, Linssen. 3 keer braaien Linssen. Feyenoord was goed. Heerenveen heel matig. En Heerenveen had al vrij snel de handdoek gegooid eigenlijk in deze wedstrijd. Het is maar 2 weken geleden. Nog niet eens 2 weken geleden. Die zeepert in Oostenrijk tegen Wolfsberg. Een paar weken verder is de glimlach een grijns geworden op het gezicht van Brian Linssen. Hij is in ieder geval degene die aan het begin van de tweede helft Feyenoord uit dat moeras van niet scoren wist te trekken. En het daarna nog 2 keer dunnetjes overdeed. 3 tegen 0. Feyenoord Heerenveen. Editie 2020-2021. De avond was van Brian Linssen.